van Amsterdam-Noord. Momenteel hebben we dus een koud gebiedje op dit moment. En dat betekent dat we morgen wat te hoge wolken weer hebben. Overdag zijn de temperaturen gemiddeld van, 1 tot in het oplopen tot 1 graad of 3, 4. En dat betreft houden dat we ook zeg maar koude nachten gaan krijgen. Ook is het namelijk, in de nacht is het dus echt onder nul. Dat houdt ook in een graad of 3, 4, in een uitloop is van 5. Dus dat hebben we ook hier in het noorden, zijn er dus dat allemaal voorspeld. En ook voor de rest hebben we dus voor de zaterdag en de zondag. Krijgen we, wat ik al ziet, hebben we ook regen en sneeuwbuien. Ook deze zijn inmiddels hier voorspeld, plaatselijk door het hele land. Vandaar, we hebben gezegd dat wij namelijk in ieder geval de temperaturen niet al te best zijn. Het blijft erg koud. Godzijdank. Nou, in ieder geval, de temperaturen die liggen zo'n beetje rond, dat wil ik al zei, een graad of 3-4 overdag. Rond het vriespunt dingen en in de nacht kan het tot matig tot even streng gaan vriezen. Het aantal hectopascal is momenteel 1024 op dit moment. En de temperatuur op dit moment van de klok van 9:45 is min 1,8 graden bij een, vochtigheidsgraad van zo'n 90%. Goed, ik was het dan van deze weerman. En ik zou zeggen, deze weerman is natuurlijk ook nog een leuke weervrouw. Ik zou zeggen, wie weet. Tot de volgende keer. Goedenavond.